Deze nieuwsuitzending is lekker kort. En die gaat erover dat ik weer een reactie heb gekregen op nieuwsuitzending 615. Met de mooie titel: Geert Wilders zijn PVV en Thierry Baudet zijn FVD hebben geen verstand van klimaat of CO2. Die heeft 1 like gekregen en 15 dislikes. Ik wil vooral die dislikes bij deze van harte bedanken. Ik heb er denk ik vandaag weer een dislike bij gekregen. Want een reactie gekregen van Wendy Peters. Dat is een uur geleden. Dat is een highlighted comment. Hoe je dat dan weer voor elkaar krijgt, weet ik niet. Maar, maar dat schijnt te kunnen. Moet je dat doen. Ik kan zeggen comment, maar... Maar goed, highlighted comment, het zal wel kloppen. Ze heeft waarschijnlijk extra YouTube-punten of zo. Hè? Zal ik even voorlezen wat zij. Want ik ga ervan uit dat het een dame is, hè? Wendy. Even kijken of ze een eigen kanaal heeft. Meestal is dat niet zo. Nee, this channel does not have any content. Ja, precies, hoor als dus nou? Kijk hoor, nu heeft ze net weer gereageerd. Periwinkel, nee. Ben hem halverwege kwijtgeraakt. Oh, goed van jou dat je die onzin aan hebt kunnen horen. Ah. Ben hem halverwege kwijtgeraakt. Maar nou, goed. Het is wel leuk dat ze dan uh, reageert. Wat had ik nou erop gereageerd? Ik zal even terug... Gaat het nou met die mensen dan? Hè? Ze snappen het gewoon niet. Ja, ik, heb eens, ik heb haar. Ja, laat ik even zeggen wat ze geschreven heeft. Wat een onzin. Punt, denk ik. Maar die staat er niet. Nou, dat het klimaat verandert is niet 100% zeker. Of dat dat, tenminste, een dat of dat door de mensen komt. Of dat, of dat, dat door de mensen komt. Het is GWN, ik denk dat ze gewoon bedoelt. Het is gewoon weer iets om mensen bang te maken... en mensen geld uit hun zak te troggelen. Ja, te kloppen, zou ik zeggen, of af te troggelen. Ja. Bah, man, doe goed onderzoek... in plaats van een loo verhaal op te hangen. Nou ah, ja, daar reageer ik erop... Ik denk dat je de satire van het verhaal niet goed hebt begrepen. Oftewel, je hebt het niet uitgeluisterd. Dat is jammer. En dan reageert ze weer, zes minuten geleden: nee, ben hem halverwege kwijtgeraakt. Wat? De, de link of zo? Nee, die ben je niet kwijt, want. Uh, maar halverwege dacht ze: Jezus, wat een gelul. Ja. Goed van jou dat je die onzin aan hebt kunnen horen. Nou, ik heb hem niet helemaal geluisterd hoor, want ik heb hem ingesproken. Ja. Dus, denk ze nou dat ik. Uh... Ah, ze heeft niet in de gaten dat, dat, dat Perry Winkel dezelfde Perry Winkel is als de Perry Winkel die de film erop heeft gezet. Ja, ja. <laughs> Nou, ik kreeg nog een, een boodschap van Liches. Ik kreeg uh, een refund. Wat is dat nou weer? Tien uh, punten heb ik erbij. Oh. Dan nou weer. Nou goed, dat zien we straks wel weer. We houden dit kort. Um, wat Wendy hier zegt. Uh, wat een onzin dat het klimaat verandert. Is niet 100% zeker. Nou, dat is wel zeker. Voor 100%. Het klimaat verandert. Het verandert net als het weer. Alleen het weer verandert. Zo goed als dagelijks. In elk geval wekelijks, maandelijks. Zeker per seizoen. Hè? Dus het weer dat gaat, dat verandert vrij snel. Dat verandert met een hoge frequentie. Zo noem je dat. Het klimaat verandert net zo goed, alleen met een veel langzamere, veel lagere frequentie. Veel langzamer, kan je ook zeggen. Tijdens de middeleeuwen, dan praat je over de jaren 500 tot en met van onze jaartelling, was het relatief erg warm hier in Europa. En denk over de hele globe wel. Iets als Groenland was toen waarschijnlijk daadwerkelijk groen. Dat is ook de periode waarin ze vanuit Scandinavië met de vikingen Groenland ingepikt hebben. Daar naartoe zijn gegaan, heel vriendelijk natuurlijk, bloemetje meegenomen. En wel meer dingen die, dat toen, die toen heel anders waren... Nou, daarna is het klimaat behoorlijk veranderd en werd het echt koud. Dan heb je het over de jaren 1600-1700. Dat, ja, dat weten we vrij zeker. Dat, dat noemen wij de kleine ijstijd. En sinds die tijd is het weer warmer aan het worden. Ja. Dus het klimaat verandert, dat is 100% zeker. Dan komt er wel een goede van haar of dat dat door mensen komt. Nou, dat is maar de vraag, ja want ik denk die middeleeuwse warme periode dat die niet door mensen veroorzaakt kan zijn. Punt 1 waren er toen niet zo gek veel mensen vergeleken met nu en punt 2 we waren toen niet bezig met het verbranden van fossiele brandstoffen. Dus ja. en het is gewoon weer iets om mensen bang te maken en mensen geld uit hun zak te troggelen. Ja, dat klopt. Dat ben ik helemaal met haar eens. Ja. Ja, dus wat is het probleem? Wat mij betreft sta ik uh, niet uh, aan de andere kant dan zij. Behalve dat ik iets beter Nederlands schrijf en uh, uh, dat ik weet wat ik zeg. Ja, dat is alles. En ze bam man doe goed onderzoek, ja, dat heb ik toch gedaan. En ik kijk echt naar heel veel van die uh, lui, van die klimaatpredikers. Uh, die zeggen dit en dat en zo en zo. Wat interessant is dat de koolstofdioxideconcentratie. die, schijnen ze al, ja, die kunnen ze in achteraf bezien. echt tot aan duizenden jaren terug. kunnen ze dat bepalen door te kijken naar de hoeveelheid huidmondjes. op uh, gefossiliseerde bladeren. Dat houdt tred met de koolstofdioxideconcentratie. En er zijn periodes geweest waarin de koolstofdioxideconcentratie hoger was dan nu. Nou, dat, uh, ja, dat vind ik opmerkelijk. En waarom zou dat ook niet kunnen? Hè? Kan toch? En ik vind het interessant. Uh, ja. En is er een relatie tussen CO2-concentratie en het warmer worden, globaal gesproken, van de, ja, de lucht en het zeewater? Ja, waarschijnlijk wel. En we weten niet of het nou het warmer worden de hogere CO2-concentratie veroorzaakt, of dat het andersom is. Dat weten wij niet. Kortom, we weten niet eens of CO2 eigenlijk wel een broeikasgas is in die zin. Ik heb daar nooit een onderzoek, een, een proefneming of zo van zien staan op internet. En wat ik dan uh, Thierry Baudet en Geert Wilders en die partijentoestand verwijt, is dat ze de. De angel niet uit het onderwerp halen. En zeggen van dat die mensen op moeten houden. met inderdaad mensen bang te maken. en geld uit hun zak te kloppen. Daar moeten we mee stoppen. En dat moet hard aangepakt worden. En dan bij de feiten blijven. En dat Geert Wilders dan tijdens een tv-debat zegt. van. Ik heb gehoord dat CO2 zelfs goed is. voor planten. Nou, dat vind ik heel vervelend. dat hij dat zo slapjes uit. Hij had moeten zeggen. Koolstofdioxide is essentieel en noodzakelijk daarmee voor de groei van planten. Als we hele CO2 in de atmosfeer gaan lopen, bennen, dan stopt de plantengroei. Nou, en dan verhongeren we allemaal. Ja, lang leven de hongersnood. Dat had meneer Welders mogen zeggen. En dan Thierry Baudet, iets met de zeespiegel of zo. Ja, zeg gewoon waar het op staat. Er is helemaal geen zeespiegelstijging. Ja, er is iets. Ja. De afgelopen 50 jaar 10 centimeter. Ja, halleluja, prijs de Heer. Wat, waar maak je nou zorgen over? Ja? Nou, Wendy Peters, ik hoop dat ik het hiermee uh, heb bijgelegd. Dat we nou geen ruzie meer hebben. Ja? <laughs> Want ik weet wel wat. En op zijn hamburg. Zag ik tjus. En dag lieverds.